Weet jij hoe dit schilderij heet en wie het geschilderd heeft? Het schilderij heet La Petite Niçoise, het kleine meisje uit Nice, en is een olieverf op canvas schilderij van Berthe Morisot, uitgevoerd in 1889. Het bevindt zich sinds 1907 in de collectie van het museum des beaux de Lyon. Het schilderij toont een jong meisje gepresenteerd op de taille, zittend en driekwart gedraaid. Ze staart de toeschouwer aan met haar bruine ogen, haar handen op elkaar rustend ter hoogte van haar knieën. Met haar lange bruine haren in de wind draagt ze een discrete oorbel in haar linkeroor, de enige die zichtbaar is, lippenstift, een donkerblauw topje versierd met een roos in het knoopsgat en een groen getinte rok. Achter haar ontvouwt zich een nauwelijks geschetst berglandschap, met links enkele schetsmatige boomvormen.